Ik ben altijd tegen marktwerking in de zorg geweest. Want zorg is een recht voor iedereen en dat moet niet onderhevig zijn aan marktkrachten. Is er nog een evenwichtige verhouding, het antwoord daarop is nee, tussen financiers, beleidsmakers en professionals? Alle zorgverleners lijden hieronder, de patiënten lijden hieronder. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat mensen erop kunnen rekenen dat de zorg er is als ze dat nodig hebben. Op zijn zachtst gezegd een teken dat het zorgfonds meer dan ooit leeft. Ja, en dat mensen als Hermantje Willing, Kim Putters en Jan Terlouw ook op zo'n avond komen, ik denk dat dat wel genoeg zegt.